Hoe maak je gebruikersprofielen aan op Netflix? En waarom zou je gebruikersprofielen aanmaken op Netflix? Blijf kijken. Ik vertel het je in deze Netflix YouTube tutorial. Hallo, ik ben Otto Oome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Je hebt natuurlijk je Netflix account. Maar dat is niet hetzelfde als Netflix profielen op dat account. Op je Netflix account staan jouw betaalgegevens voor het Netflix abonnement. Dit account kan je alleen beheren op een computer. Netflix bewaart en analyseert wat je bekijkt. Dit om gepersonaliseerde serie- en filmsuggesties te kunnen aanbieden. De meeste gezinsleden hebben ook verschillende film- en seriekeuzes. En dan wordt het personaliseren natuurlijk moeilijk. En daarom zijn er Netflix profielen. Op elk Netflix account kan je 5 individuele profielen aanmaken. Het gemakkelijkst is dat de profielen de namen van de gezinsleden hebben. Natuurlijk, elke naam is mogelijk. Dus als je op Netflix gaat kijken, kies je eerst jouw profiel. Jouw profiel heeft jouw gepersonaliseerde filmsuggesties, jouw lijst van bekeken films en series, jouw lijst van films die je wil bekijken, je eigen taalkeuze, je eigen ondertitelinstellingen, jouw standaard afspeelinstellingen, dus dat gaat over beeldkwaliteit en dat is gelijk aan dataverbruik, en je eigen leeftijdscategorie. Wat is nu het effect van die verschillende Netflix profielen? Hier zie je mijn profiel. En ik heb natuurlijk een aantal films en series al bekeken. En de suggesties die Netflix voor mij maakt zijn deze. Meer science fiction. Als je nu naar het Netflix profiel gaat van mijn dochter, bijvoorbeeld Hanne. Zij kijkt andere series. De suggesties die Netflix voor haar maakt zijn heel anders. Dus als iedereen op één profiel zou kijken, zouden de suggesties helemaal niet goed zijn voor degene die op dat moment naar Netflix kijkt. En daarom is het goed dat je profielen op Netflix aanmaakt, opdat de juiste suggesties zouden gegeven worden. Hoe maak je Netflix profielen aan op een computer? Je gaat naar netflix.com, je logt in op netflix.com, als je dat nog niet hebt gedaan. En rechtsboven zie je een profielpictogram. Daar hover je over of je klikt erop. En hier zie je profielen beheren. Dan ben je op de pagina om profielen te beheren. Er zijn er al 4 aangemaakt. En je drukt op het plusje om een profiel toe te voegen. Heeft het profiel een naam, bijvoorbeeld Eline, en geeft aan of Eline een kind is. Dat is niet zo. En we klikken op doorgaan en het profiel is aangemaakt. Je kan nog enkele andere instellingen aanpassen. Dit doen we door op het potloodje van het pictogram te klikken. Je kan eventueel de naam nog aanpassen. Je kan ook het pictogram veranderen. Dan selecteren we het potloodje op het pictogram. En dan krijgen we een hele racem van pictogrammen die overeenstemmen met de series die draaien op Netflix. Bijvoorbeeld, we kiezen deze. Deze is goed. We kunnen ook de taal veranderen. Nederlands is prima. En we kunnen ook 4 leeftijdscategorieën kiezen. We vinden dit goed. En we klikken op opslaan en het profiel is gereed. Klaar. Hoe maak je Netflix profielen aan op een smartphone? In mijn geval is dat een iPhone, maar een andere smartphone zal niet veel verschillen. Je opent de Netflix app. Je logt in op die Netflix app als je dat nog niet hebt gedaan. Rechtsonder zie je het hamburgermenu. Dat selecteer je. En bovenaan zie je de profielen. En hier zie je profielen beheren. Dat selecteer je.
Hier zie je het plusje, daar klik je op om een profiel toe te voegen. Je geeft het een naam, bijvoorbeeld weer Eline. Je geeft aan of het een kind is, dat is niet zo. Je kan ook je profielpictogram wijzigen, daar klikken we eens op. En je krijgt dezelfde mogelijkheden als op de computer. We kiezen er eentje, deze bijvoorbeeld. En we selecteren opslaan. Op de app van de iPhone, en ik weet niet of dat is met een andere smartphone, maar op de app van de iPhone kan je geen andere profielinstellingen wijzigen. Daarvoor moet je naar de computer gaan. Dus we klikken op klaar. En voilà, hier is een profiel bijgemaakt. Dus zo maak je Netflix profielen bij op een iPhone. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!